vissen is mijn hobby. Ik vind het ook zo fijn. Vissen, vissen, vissen. Met een nylonlijn. Nou kan je natuurlijk vanaf de oever kan je vissen. Maar je kan natuurlijk ook gewoon gebruik maken van een vissersbootje. Oh ja. Toch? Trollen. Ja. Nou ja, dat kan. Maar je kan toch een roeibootje. Kan ook een beetje kan hem ook water hier opleggen. En... Ja, dan gewoon ergens vastleggen. Ankertje uitgooien of zo. En dan vergeet trouwens niet de ankerbol dan. dat heeft met de cursus te maken. Maar goed. Twee heren die zijn aan het vissen. En ze hadden op een gegeven ogenblik, weet je wat, van we varen gewoon door, we roeien gewoon door. We gaan een beetje in de monding van de zee gaan we liggen, want dan hebben we ook nog kans. Hè, op een ander soort vis dan wat we normaal gesproken pakken. Maar ja, ze hebben eigenlijk niet in de gaten dat ze steeds verder weg dobberen. Het anker ging, weet je, dat had geen houvast. En dat gaat dan, hij liep gewoon weg. Dus op een gegeven moment zitten ze wel op heel wijd water. Dus ze denken, nou wacht even, dan starten we het motortje, zo'n hulpmotortje. Dan starten we even het motor en wat roeien, dat wordt helemaal niks. Dus zij... Dat ding liep niet natuurlijk. Dus dat startte niet. Zij kijken die brandstoftank helemaal leeg. Nou zijn we mooi gezocht, want bedoel, dit wordt helemaal niks. En uiteindelijk hebben ze nog 2 dagen op zee gedobberd. 2 dagen op zee gedobberd. En uiteindelijk worden ze toch wel redelijk wanhoog. En ineens drijft er een fles in het water voorbij. Ja? Dus zij halen het eruit in de hoop dat daar wat te drinken in zit. Want hun eigen proviant was al lang op. En hij draait die fles open, weet je wel. En ineens, wat denk je dat er gebeurt? Au. Een rookwolk komt uit die fles. Ja? Ja? En wat verschijnt daar? Nou? De geest. Ja! De geest uit de fles. En die geest die kijkt die twee vissers aan... En die zegt, kijk eens om ze heen. Die zegt, nou, jullie zitten behoorlijk in de panarie. Nou, waarmee kan ik jullie van dienst zijn? En laat ik meteen even duidelijk zijn. Die flauwekul met 3 wensen, daar begin ik niet aan. Het is gewoon 1 wens. Zeg maar wat je wenst. En ze denken even na. En uiteindelijk roept die man, en gewoon veel te snel, in zijn enthousiasme dat hij die fles geopend heeft. Ik wens hier... Want hij heeft dorst. Genoeg bier voor de rest van mijn leven. En die andere die schrikt. Die denkt, nee, gek. Nee, natuurlijk moet je. Dat is je enige wens. Dan moet je niet bier. En wat denk je dat er gebeurt, Menno? Nou. Het zeewater verandert in bier. Zo. Heerlijk. Helder. Bier. Dan komt die andere zegt. Wat ben je toch een ongelofelijke, stomme, ongelofelijke... Hij zegt, hoezo? Hij zegt, ja, hij zegt, nou moeten we steeds in de boot pissen. Radio 10.